In de nieuwste rel binnen het Nederlandse medialandschap heeft Pau Net een dieptepunt bereikt met een omstreden stunt die zangeres Taylor Swift fans tot doelwit maakte. Abel Bijlsma, een nieuwe reporter voor de omroep, werd erop uitgestuurd om fans met de belofte van een meet-and-greet uit de kleren te krijgen, alleen om hen dan te vertellen dat het een grap was. Sletjes, zo oordeelde Pau Net, volgens een beschrijving in hun uitzending. De impact van deze actie was aanzienlijk en de kritiek zwol snel aan. Rutger Castricum normaal, een prominente figuur bij dergelijke controverses, leek afwezig. Ik was te druk met wielrennen, beweerde hij, terwijl de omroepvoorzitter Dominique Weesi traag reageerde en het filmpje pas na aanhoudende ophef verwijderde. De excuses zijn eindelijk aangeboden, hè? Het duurde wel erg lang, merkte Helene Hendricks kritisch op tijdens de Oranje Zomer. Dominique's eerste reactie was ondermaats. Hij stond lam in een kroeg geloof ik toen hij gebeld werd en het duurde even voordat het bij hem indaalde, legde Rutger uit over de trage realisatie van de ernst bij de omroepaars. Deze late reactie werd verder besproken in de media. Dat het eraf moet, zei Rutger over het controversiële filmpje, dat deed je pas na ophef. De situatie zette veel druk op de omroep en haar medewerkers. Rutger zelf noemde de situatie, slappe hap, tijdens zijn uitleg op VI, een term die Angela de Jong gebruikte om zijn reactie te beschrijven. Hij erkende dat interne kritiek noodzakelijk was: Ik vind vooral dat je intern hard tegen elkaar moet zeggen wat je ervan vindt, dat je het niet goed vindt en dat je vindt dat er maatregelen genomen moeten worden. Te midden van dit alles blijft Abel Bijlsma grotendeels stil. Als hij ballen had gehad, dan had hij op zijn sociale kanalen gezegd. Dit was een enorme uitglijder, super dom, sorry, klaar, suggereerde Helene, wat de noodzaak benadrukt voor een openbare verontschuldiging van zijn kant.